U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we duidelijk te maken met meer wolkenvelden. Tussendoor wat opklaring. Hier en daar heeft de zon ook wel geschenen. Als we vanuit de satelliet kijken zien we dat heel goed Nederland ligt in de witte cirkel. En op sommige plaatsen hebben wolken de overhand. Maar er zijn ook plaatsen waar de zon breed uit heeft geschenen. Met name in Gelderland, Brabant en Limburg. Voor onze aanvoerrichting moeten we ten noorden van ons land kijken. En daar zien we duidelijk meer gaten in het wolkendek. Dat betekent dat de komende 24 tot 36 uur duidelijk wat vaker opklaart en dat wolken een minder prominent aandeel in het weerbeeld zullen leveren. De computer berekent het volgende: we hebben een as van hoge druk, eigenlijk pal over ons land. Dat hoge drukgebied ligt met de kern boven Engeland en wordt langzaam maar zeker minder krachtig. We gaan daar wel wat van merken, maar eigenlijk tot en met donderdag nog niet zo heel veel, althans niet in het weerbeeld. De wolken houden zich wat vaker op boven de Noordzee. We krijgen waarschijnlijk wel wat meer opklaringen. Er zijn ook lage drukgebieden op de Europese weerkaart: boven de Atlantische Oceaan en eentje boven het Noordoosten van Europa. Die lage drukgebieden zorgen daar natuurlijk voor neerslag. Maar bijvoorbeeld die van de Atlantische Oceaan heeft nog geen invloed op het weer in Portugal. Verder een paar buien in Oostenrijk. En die ontstaan in de loop van de dag uit stapelwolken. We gaan terug naar Nederland met in onze omgeving geleidelijk aan wat meer opklaringen, met name in de eerder genoemde provincies Gelderland, Brabant en Limburg. Die opklaringen winnen langzaam maar zeker terrein. Vanavond temperaturen tussen de 8 en 13 graden, vannacht daalt het kwik naar een graad of 3. Meeste opklaringen in het zuidoosten van het land, meeste wolken in het noordwesten. Dan morgen. In het noorden zijn wolken nog lang hardnekkig, met hier en daar best wel af en toe wat zon tussendoor. En dan worden het 13 graden op de wadden. Gaan we naar het midden en zuiden van het land, dan zien we duidelijk meer ruimte voor de zon, of het is misschien zelfs wel helemaal zonnig. En in het oosten van het land wordt het 17 graden. De wind waait uit de noordoostelijke richting, is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Die wind gaat vrijdag draaien naar het zuidwesten. En dan lopen de temperaturen nog wat verder op. Kan het 20 graden worden in het binnenland. Het blijft een groot deel van de dag droog, maar in de avond neemt in het zuidwesten van het land de kans op een bui langzaam toe. En dat luidt een wisselvallig weerbeeld in in het weekeinde. Zaterdag een paar buien een beetje zon. Zondag lijkt de neerslagkans wat groter en vallen er ook grotere hoeveelheden regen. Maar ook dan is de zon nog wel af en toe in het weerbeeld aanwezig. De temperatuur in het weekend ligt rond de 16 graden. Er in Koningsdag, maandag gaat het kwik verder omlaag. Hoewel de onzekerheid maandag nog behoorlijk groot is, is de tendens zichtbaar. Want vanaf maandag hebben we temperaturen die net iets boven de 10 graden liggen. En pas in het weekend daarna gaat het kwik langzaam weer iets omhoog. Daarbij is het aan de wisselvallige kant. Er is duidelijk kans op neerslag. En af en toe schijnt de zon tussendoor. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl